Hallo, Blake Legion en welkom bij de bekendmakingsvideo van de winnaar van Far Cry 3. Uh, allereerst 3000 subs. Fucking badass. Echt gewoon fucking badass. Gewoon langzaam gesproken. Echt hartstikke bedankt, jullie zijn echt gewoon allemaal fucking badass. Dat is een beetje mijn woord. Zoals je wel vaker hebt gehoord in video's. Um, is het een beetje een, een soort woord/slash code van mij? Net zoiets. Niet live! Dat is ook een beetje een ding van mij. Dat ook. Zo zijn er wel veel meer dingen. Um, ja. Wat een beetje mijn eigen woordjes zijn. En wat mensen soms overnemen, wat wel grappig is. Um, maar ja, echt gewoon. Ziek. 3000 subs. Echt. Ben er heel blij mee. Echt episch. Um, ik heb er in de video niet wat over genoemd, in de giveaway video, omdat die eigenlijk al online stond voordat ik 3000 subs had. Um, en toen dacht ik, hé, hey, laat ik daar dan de 3000 subs giveaway van maken toen het uh, toevallig zo uitkwam. Maar ik heb ook gelijk uh, nog twee andere keys van andere games die ik ga weggeven. Dus in totaal drie giveaways, inclusief dus Valkyrie 3. En um, elke game heeft ook nog een 3 in zijn naam. Dus als je wilt gokken, dat mag. En dan kun je gokken welke games er nog komen. Welke twee waarvan nog een giveaway komt. Um, ja, verder 124 likes op de video. De um, target is 100. En ja, we zijn er weer dik overheen natuurlijk. Er zijn ook veel mensen die zeggen ja, aasgieren. Dat zeg ik zelf ook trouwens. Dus niet dat, dat het nou mensen aanval. Um, maar dan gaan ze allemaal ruzie maken in de comments of zo. Ik vind het wel geniaal en grappig om te lezen, maar ik vind ruzies altijd geniaal en grappig. Maar niet ja, uit met wie, zo'n beetje. Vind, ik moet altijd lachen, gewoon omdat ik het ja, zinloos vind, waar mensen zich druk om maken aan de ene kant. Um, helemaal zo met het aanschieren verhaal, dat puur mensen nu liken en, en subscriben op mijn kanaal, puur voor de giveaway en daarna weer weggaan of wat dan ook. Ik zie dat zelf ook wel, ik heb het wel door, dus... Wees daar niet bang voor. Uh, ik weet zelf wel wie je allemaal kijkt of wat dan ook. En natuurlijk zijn er ook mensen bij die normaal nooit een like of een comment of iets doen. Dus waar ik het niet van weet. Maar uh, ik check altijd nog wel wanneer je gesubd bent of wat dan ook. En als dat net een week is, dan kun je niet zeggen: ik ben je allergrootste fan. En ik kijk al jaren of zo. Ik noem maar wat. Dat is een beetje krom. Ja, het kan wel. Dan moet je elke keer mijn video's opzoeken. Maar daar gaan we even niet van uit. Um, dus. Dat allereerst, zeg maar. Geen ruzie maken in de comments. Er waren ook ruzie's over wie het langste subscriber was. En bla, bla, bla Ik vind het echt grappig om te lezen. Ik heb er ook zelfs mee geholpen. Ik zei: Jij bent toen gesubscribed. En ja, jij bent toen gesubscribed. Om een beetje aan te wakkeren. Omdat ik dat gewoon grappig vind. Ik vind, ik weet niet, ik vind ruzie's leuk. Dat heeft Max ook al een keer genoemd dat Max ook uh, een beetje moet lachen. En, en ruzie's leuk vindt. Ja, ik heb dat ook. Ehm. Um... Qua dat en wel meer dingen is Max een beetje mijn uh, verloren broeder. Mijn broer, of hoe je het wil noemen. Nou, nee, mijn broertje, dus hij is kleiner. Nou, ja, kleiner en jonger. Uh, maar qua gedachten en heel veel meer dingen zijn we hetzelfde. Dus ook zo met ruzies En uh, dat dat grappig is. Um, maar dat is dus even nog tezijde, dus geen ruzie maken. Jullie kijken mijn video's allemaal met hetzelfde doel, omdat jullie het leuk vinden. Dus, ehm. Um, ja, deel dat samen met elkaar en, en wees met z'n allen blij. Maar ga geen ruzie maken van wie wat is. Voor, jullie zijn, voor mij zijn jullie allemaal even goed, even badass en weet ik veel wat. Hoe je het wil noemen. Um, dus ik maak geen onderscheid dat de een een betere sub is dan de ander of zo. Dat maakt me verder niet uit. Dus doe dat zelf ook niet. Um, ja, we gaan uh, een winnaar kiezen. Laten we dat eens gaan doen. We gaan scrollen naar beneden. En op een gegeven moment stop ik. En dan. Uh, dat gaat heel lullig zijn. Heel veel mensen zien nu hun naam voorbij nee. Nee, ik was het niet. Dat ga ik nog meer weergeven. Er wordt nog spannender van. Soms scroll ik best wel heel snel. Ik kan ook weer terug naar boven scrollen voor de mensen die heel bang zijn, maar dat gaan we niet doen. Dat is gemeen. Dat is alleen maar plagen. Nee, ik ben niet zo. Ja, Oké, okay, ik plaag hem al was trouwens. En we gaan naar beneden. La 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 la. scolli scolli scol, Lol. En nee, dit is geen liedje. En ik kan totaal niet zingen. Dus ga ook zeker niet zeggen dat ik kan zingen. En we gaan. Oh, 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 weer naar boven. Frank Eres. hartelijk gefeliciteerd met Far Cry 3. Ik hoop dat je er heel veel plezier aan beleeft. Net zoals je met mijn, ja, veel plezier beleeft aan mijn serie. Zoals wat ik lees. En uh, de map editor. En van alles en nog wat. Uh, veel plezier ook zelf met een map editen, want die heb je nu ook. Dus je kunt uh, leuke aparte maps gaan. Uh, gaan spelen, en maken. Dus uh, ja. Hartelijk gefeliciteerd met Valkyrie 3. Ik zal op Steam contact met je opnemen en dan, uh, dan krijg je je key en de instructies. Voor de rest, wees niet getreurd. Dat klonk best wel sprookjesachtig eigenlijk. Wees niet getreurd. Maar oké, okay, we gaan geen stemmetje doen deze keer. Ehm. Um, Zeer binnenkort, en dat is de 17 e mei, dus dat is voor mij over vier dagen, voor jullie wat minder dagen, komt de nieuwe giveaway van Dan -dan 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 Metro 2033. Op 17 mei komt namelijk Metro Last Light uit. Dat is een nieuwe Metro, uh, dus nou een serie geworden, zeg maar. Metro, uh, metro 2033 is het eerste deel, en Metro Last Light is het tweede deel. Die game Metal Last Light gaat echt fucking ziek zijn. Ik ga die echt helemaal kapot spelen en natuurlijk ook recorden voor jullie. En dat wordt gewoon fucking fucking badass. En epic en fat cool en gaaf en nee, ik weet niet meer. Ik kan zo tof. Tof is ook nog wat. Um, <laughs> maar in ieder geval wat oude, oude, fat cool uh, woorden bedenken: Van Vroera. Nee, maar dat gaat gewoon fucking badass zijn, die serie. Daar heb ik super veel zin in, ik hoop jullie ook. Maar in part 1 daarvan ga ik uh, de instructies geven. Wat je moet doen voor de giveaway. Om Metro 2033 te winnen. Dat is dus de eerste Metro. Um, dus de oude, om het zo maar te noemen. Die kun je winnen. Is ook een super vette game. Uh, heb ik al een keer uitgespeeld. Ook al gerecord voor op YouTube. Uh, ik zal de link daarvan ook wel even in mijn beschrijving zetten. Zodat je kunt zien welke game het is. Um, nu al en natuurlijk ook bij Metro Last Light komt die er ook in. Dus uh, ja, dan is dat een beetje duidelijk. Maar die komt dus bij part 1 van Metro Last Light. Dus houd die game sowieso in de gaten. En als je het natuurlijk leuk vindt, dan uh, kijk de hele serie. Metro Last Light dan. En uh, veel succes met de Metro 2033 giveaway alvast. Um, verder heb ik nog een vraag. En dat um, gaat over het aantal likes. Zoals nu zijn er explosief heel veel likes opeens. Omdat ik erom vraag half. Ik vraag normaal nooit om likes. Ik ga ook zeker niet zeggen van. Ja, ik moet 150 likes hebben of 200 likes. Dan ga ik dit nog een keer doen. Of dan ga ik uh, de volgende video pas uploaden. En al die rotzooi. Dat vind ik allemaal een beetje zielig gedoe. Persoonlijk, uh, heel veel YouTubers doen dat om meer subs te krijgen. En meer views en groter te worden. Maar ik vind het eigenlijk gewoon een beetje leem, want ik doe dit voor mijn plezier. Ik doe het niet voor het geld, ik doe het niet om super groot te worden. Het zou leuk zijn, daar niet van, het zou leuk zijn als ik ineens een miljoen subscribers heb... ...want die gaat lukken met Nederlandse base, maar dat maakt niet uit. Ook al heb ik de 30.000, 10 keer zo meer als nu. Dat zou gewoon fucking ziek zijn natuurlijk. Maar dat doe ik er niet voor, ik doe het gewoon voor mijn plezier. En jullie kijken ook voor je plezier... Dus, um, nou ben ik helemaal kats kwijt wat ik wil zeggen. Maar dat maakt niet uit, ik lul gewoon door, want ik ben mij. En ik lul altijd krom, dus ik kan nou ook krom lullen. Frank Heers heeft trouwens een mooie panda. En Bjekster heeft ook een mooie panda. er wordt echt een panda legion. hier ja, dat is Bjekster. Dat wordt echt een fucking panda legion hier. Iedereen ooit met een avatar van een panda, dat zou fucking badass zijn. Dan hebben we echt een panda black legion. Een black panda legion hebben we dan. Dat is nog een mooiere naam. Black Panda Legion. Oké, okay, en ondertussen is mijn hes, zijn mijn hersenen bezig om te bedenken wat ik aan het vertellen was. En dat was dat Metro Lost Light. En. de uh, uh, giveaway. En. de uh, uh, likes. En. Oh ja, dat was het. <laughs> ik moet echt nadenken wat slecht. Maar het is ook een beetje laat, is dus mijn nieuws. Um, nou is de vraag dus. Eerder uh, zei ik altijd. Like, comment, favorite en subscribe. Dat vonden mensen blijkbaar fijn als een soort geheugensteuntje van... ...hé, hey, ik moet liken. Nou, je moet niet liken trouwens, je doet het voor je plezier. Als je het leuk vindt, like je. Um, maar in ieder geval geheugensteuntje van... ...hé, hey, laat ik even liken. Of in favorieten zetten, of delen met vrienden, ik noem maar wat. Dat kan natuurlijk ook. Een beetje reclame maken is ook mooi natuurlijk. Maar nou is de vraag, wil je dat weer terug of niet? Want ik zeg het tegenwoordig nooit meer in mijn video's... Uh, deed ik alleen in het begin om sneller, wat ook lang duurde, maar sneller uh, groter te worden uh, en een beetje een routine erin te bouwen. Maar mensen vinden het blijkbaar fijner, uh, of in ieder geval missen dat een beetje. Dus laat even op deze video een comment achter met of je dat fijn vindt of niet. Dat ik even zo'n geheugsteuntje moet doen van like, comment, favoriet en subscribe. Het staat ook altijd wel in de beschrijving bij elke video, maar ik heb soms het idee dat niet iedereen de beschrijving leest. Want dan krijg je echt opmerkingen wat gewoon duidelijk, gewoon groot in beeld staat ook nog. Bij de beschrijving van, hé, hey, dit en dit, we weten het, of wat dan ook. En dan nog krijg je allemaal comments erover. Maar dat een beetje tezijde. Um, maar dat staat er ook altijd onderin. Maar laat eens even in de comments weten of je dat erin wilt hebben of niet. Uh, in mijn video's en dan in ja, mijn volgende video's zal ik dat noemen. Waaronder dus Metro Last Light. Waar ik echt super veel zin in heb. Dat gaat echt een zieke game zijn. Um, volgens mij was dat alles wel zo'n beetje wat ik nou behandeld heb. Uh, de rest maak ik allemaal nog kans op Metro 2033 Binnenkort. En de derde game. Ja, dat wordt nog steeds een verrassing voor jullie natuurlijk. Dus uh, dat komt helemaal goed. Verder heb ik trouwens ook nog de Steam Group. Uh, en mijn Steam-account. Uh, veel mensen. Waaronder dus. Nou, Frank Heres ook. Uh, en wel veel meer mensen, veel meer subs. Heb ik op mijn Steam-account in mijn Friendslist? Uh, mijn Friendslist is vol, zegt Steam. Ik vind het nog steeds een beetje achterlijk, want uh, vroeger in de Modern Warfare 2-tijd. Toen dat op, uh, op Steam was, ja, is het er nog steeds wel, maar toen ik dat speelde. had ik iets van 480 vrienden of zo. En op een gegeven moment heb ik er wat verwijderd, omdat uh, Black Ops heel moeilijk deed. Het was een beetje een stomme fout van mezelf eigenlijk. Maar toen had ik er nog maar 100. En uh, inmiddels heb ik er alweer 300. Maar Steam zegt nu opeens dat mijn Steam-list dus vol is. Wat echt crap is, um, kan ik ook niks aan doen. Op een gegeven moment, over een maandje of zo, of twee maanden, ga ik wel weer mensen verwijderen die, die niet actief zijn en echt heel veel dagen al niet online zijn geweest op Steam. Die verwijder ik dan weer. Um, maar je kunt altijd de Black Legion Group joinen. Daar zal ik ook even een uh, link van in de beschrijving zetten zodat je die kunt joinen. Dat is gewoon gratis, dat is sowieso logisch. Uh, maar je hoeft geen invite te krijgen of wat dan ook. Je kunt gewoon joinen en klaar. Zit je in de Steam Group met allemaal andere mensen uit de Black Legion? Dan dus kun je een beetje samen gamen of discussies aanknopen. Dat kan ook. Uh, ik kan er eventueel een event op zetten. Niet dat ik dat echt doe, want ik gebruik het nog niet zoveel. Maar dat uh, wil ik ook een beetje iets actiever gaan maken. Dus daar kun je sowieso in. Dat wil ik nog even mededelen. En volgens mij heb ik nou inmiddels alles gehad. Ook bedankt trouwens namens LensKills. Hij heeft er ook nog wat, uh, wat subs bij gekregen. Dus dat is ook helemaal chill. Um, en dat was het volgens mij wel. Dus ik zie je sowieso weer bij. Uh, als je het tenminste in de gaten houdt. Metro Last Light voor de giveaway. En, uh, en hopelijk ook gewoon bij de andere video's. Dus. Uh, Later. Dus.